Zo ziet wel een gemiddelde dag voor mij eruit. Repeteren en dan lekker studeren en dan 's avonds naar huis. Ik zou me zo op kunnen sluiten, want ik ben min of meer ook al vrij verliefd op dit instrument. Het is heel gek, ook dat hoor je vaak. Maar je ziet vaak dit van, oh, dit is inderdaad, dat is dat vergroeide. Dat is waar. En ja, dat je ook nog af en toe onder de mensen komt, dat gelukkig, godzijdank. Of bijvoorbeeld alleen al hier op de hoek bij de supermarkt. Dan kom je dan wereldvreemd binnen. Dat geef ik meteen ruiterlijk toe. Dan moet je even resetten. En dan boontjes en waar liggen de... Dat. Dat is waar. Als hij iets wil leren, dan gaat hij er helemaal voor. Met het klassiek ook is hij van niks. Is hij binnen een paar jaar misschien wel de beste eindexamen gedaan in jaren. Dus ja, gewoon heel, heel erg veel talent. En heel, heel erg gepassioneerd voor muziek. En voor jazz ook. Super serieus. Heel veel mensen vragen mij, hoe kan je nou in een orkest meespelen en dan de dag daarna jazz? Volgens mij is het... Het ook echt serieus nemen waarom iets zo goed is. En dat echt willen weten. Van waarom is die verrekte Elvin Jones... Waarom is dat zo waanzinnig? Die jazzdrummer van Coltrane. Hij zit toch gewoon te spelen, net zoals elke andere goede drummer. Maar waarom is het bij hem... Gaat het rechtstreeks je ziel in? Nou ja, ik wil dat dolgraag weten. Ja, maar dan kan je toch nog niet spelen? Nou ja, nee, maar... Maar als je weet waarom iets goed is, dan is het de volgende stap. Of je moet heel motorisch veel moeite ermee hebben. Maar als je motorisch ook handig bent, dan is de volgende stap dat het lukt. Dat is gewoon zo. Als je begrijpt... Ja, of dat je en daar gaan iets, jaren natuurlijk overheen. Dat je er iets van meeneemt in ieder geval. Ja, ja absoluut. Maar talent komt toch ook om de hoek kijken? Ja, uiteraard. Het moet wel een beetje makkelijk gaan. Ik vind muziek, het vak, vind ik wel heel vermoeiend. Omdat je het zo goed wil doen. Je wil kunnen genieten van muziek maken, maar daarvoor moet je zoveel kunnen. Dus als je, of een stukje schrijven, dat je zomaar weer een nacht kost, omdat je iets af wil krijgen.
Wat dat betreft vind ik het wel vermoeiend, maar tegelijkertijd ook helemaal te gek. Ik vind het ook het leukste wat er is. Het is een enorme klus. Het is ook een opdracht. Het is enorm veel werk om te zorgen dat het talent wat jij dan krijgt in huis, in je kinderen, dat dat tot ontplooiing komt. Dat dat mag groeien en bloeien en inderdaad kan zijn. Gerijpt, hè? Maar niet alleen het talent, maar ook hun persoonlijkheid. Hè? Net wat u zegt, er moet een balans ontstaan. Hè? Je moet niet alleen als muzikus goed zijn, maar je moet om kunnen gaan met mensen. Dus persoonlijkheid, karakter, talent, dat moet een geheel zijn. Hè?